Mijn naam is Ellen en ik ben senior projectleider bij de provincie Flevoland, verantwoordelijk voor Foodform. Dat is een van de onderdelen die de provincie Flevoland op de Floriade heeft willen neerzetten. Nou, de naam zegt het eigenlijk al, Foodform is een plek waar voedselexperts, professionals samenkomen om te werken aan de toekomst van het voedselsysteem. Dat doen we met onze expositie, maar dat doen we ook met een keuken waarin we laten zien hoe het menu van de toekomst eruit ziet. En we laten het zien met een eigen programmering. Nou, als projectleider ben je eigenlijk hier verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Dus dat betekent dat je van de grote gesprekken over hoe ziet de toekomst van Foodform eruit bezig bent, tot aan het schuren van tafels die klaar moeten zijn. Dus je probeert eigenlijk op een hoger niveau te kijken. Loopt alles goed? Stuur ik iedereen goed aan? Is alles op tijd klaar? Mijn dag ziet eruit, heel veel bellend. Maar ook gesprekken met mensen, te kijken of iedereen van de staf blij is, of ze hun werk goed kunnen doen. En veel contact leggen met andere Floriade-inzenders natuurlijk, want de provincie wil graag dat wij hier mooie contacten leggen op een Floriade voor de toekomst van Flevoland. Dat is waarom Foodform bestaat. Het is leuk om projectleider te zijn omdat je met van alles mag bemoeien, maar vooral ook een heel divers team om je heen hebt en geen enkele dag hetzelfde is. Dat vind ik hartstikke leuk, want dan hou je veel afwisseling. Maar ik vind het vooral ook leuk om dat te doen in de provincie Flevoland, als ik heel eerlijk ben. Omdat het een hele jonge provincie is waar heel veel kan. In de provinciale organisatie hebben we een hele fijne cultuur waarin alles heel laagdrempelig is. Waarbij je bij iedereen binnen kan lopen en je vragen kan stellen en je suggesties kan geven. De provincie Flevoland denkt vooruit en projectleiders spelen daar een belangrijke rol in, want die geven dat eigenlijk dagelijks vorm. Dus ik geniet iedere dag van mijn werk.